Jij vindt het belangrijk dat er zo'n dag is tegen het pesten? Nee, ik met je rare bril. Dankjewel. Waarom vind jij het voorkomen van pesten zo belangrijk? Nou, met je babyface. Dankjewel. Dat vind ik belangrijk omdat... Ik ben nooit gepest. Wat zeg je nou? Ondanks dat ik een klein, dik, kaal, onogelijk mannetje ben, ben ik nooit gepest. Raar, hè? Zelfs niet met mijn Limburgse accent. Ja, dat... Onze interviews ervaar je nooit als pest? Ja, jij wel, Baarda. Het is vandaag de dag tegen het pesten. Dat vindt u ook heel belangrijk? Ik vind dat... Met je gekke haar. Daar kan ik wel tegen. Waarom vindt u een dag tegen het pesten zo belangrijk? Ik vind... Met je leuke neusje. Ik vind... Vind je ook zelf dat je een babyface hebt eigenlijk? Nou, ik kreeg wel. Ik ben de laatste dagen wat vaker op tv. En er zijn wat mensen die zeggen van nou, je hebt een bijzonder gezicht, maar daar kan ik goed mee leven. Ervaar je niet als pesten? Nee hoor. Ik kan van jou een boel hebben. Welke oproep zou je willen doen aan het land als het gaat om pesten? Stop met rare Turk. Stop met pesten. Homo, homo, homo. Als ik jou kan pesten, word ik vroeg wakker. Gadverdamme. Vinden we leuk.